We bevinden ons hier op de parking van het Plot. Het Plot dat in Genk bekend staat voor zijn brandweerschool, zijn ambulancierschool en zijn politieschool. Achter ons staat het verkeerparcours opgesteld en dat maakt dus deel uit van het safetykamp waar dat deze kinderen aan deelnemen. Een tweedaags safetykamp dat wij georganiseerd hebben in de paasvakantie. Wat is de bedoeling? De bedoeling was eigenlijk om vanuit de expertise die we in het Plot hebben op het vlak van veiligheid, om vanuit die expertise iets te doen en die ten dienste stellen, zeg maar, een stuk maatschappelijk, daar dus iets meer mee te doen dan dat we nu al doen. En concreet betekent dat dus dat we kinderen gaan leren omgaan met risico's in de maatschappij. De samenleving wordt voortdurend complexer, ook die risico's worden complexer. We gaan ze dus een aantal risico's leren zien en ermee leren omgaan. Heel concreet gaan ze hier een aantal workshops doen en gaan ze een keer in de schoenen staan van een politieagent, gaan ze dus in de schoenen staan van een brandweerman, een ambulancier, en vanuit die beleving, vanuit die plezierige ervaring, zeg maar, toch leren een aantal risico's in te schatten en er dan mee om te gaan. Wat voor risico's zijn dat dan? Wel, we gaan ze bijvoorbeeld leren hoe dat ze, zoals u hier ziet, veilig in het verkeer gaan. Maar we gaan ze ook leren veilig op het internet te gaan. Hoe doe je dat? Veilig op het internet gaan. Wat zijn de do's en de don'ts? Wanneer moet je mama of papa erbij roepen als er zich bepaalde zaken op het internet voordoen? Maar zo gaan we ook bijvoorbeeld de kinderen wat zelfverdedigingstechnieken leren. En als we naar de brandweersfeer kijken, gaan we ze leren een branddeken gebruiken, eenvoudige blusmiddelen gebruiken, wat tips en trucs geven van wat mag je zeker wel en zeker niet doen als er een brand is. We gaan ze leren kalm blijven als het heel erg donker is en ze moeten zichzelf gaan bevrijden op de tast. Dat soort dingen. En verder gaan we ze ook leren een noodoproep doen. Hoe ga je de hulpdienst verwittigen als je alleen thuis bent en er gebeurt iets? Of er gebeurt iets met papa of mama. Hoe moet je dan de hulpdiensten verwittigen? Tot slot mikken we ook nog op de ambulancierswereld en gaan we ze dus ook in de schoenen zetten van een ambulancier. Daar gaan we ze leren wat wondverzorging doen, gaan we ze ook leren reanimatie doen. Gaan we ze leren een AED gebruiken, dus zeg maar middelen die iedereen zou moeten kunnen gebruiken. En dat gaan we toch van kinds af aan proberen mee te geven. De bedoeling is vooral dat kinderen vanuit die spelende ervaring leren alert zijn op risico's. De bedoeling is dat ze een stukje gesensibiliseerd worden daarin. De bedoeling is dat ze eigenlijk vooral getriggerd worden, want in twee dagen kunnen we niet heel veel competenties aanleren, maar we kunnen ze wel triggeren. Bijkomend is natuurlijk de bedoeling dat we ook een positieve beeldvorming creëren rond deze beroepen, die toch belangrijk zijn voor de samenleving. En wie weet zullen er uit dit jonge publiek later nog wel wat politie, mensen, brandweerlui of ambulanciers voortspruiten, want jong geleerd is oud gedaan.